Number 7. Here we go, man. Hey, jongens. Vandaag is het een hele spannende dag. Ik heb heel wat leuks in de aanbieding voor jullie. Ik ben namelijk uitgenodigd door ECV. Dat is een e-sports team. Voornamelijk gebaseerd op Fortnite, FIFA en volgens mij nog veel meer andere spellen. Die hebben mij uitgenodigd als influencer om mee te doen aan hun toernooi. Dat zij in samenwerking met GG Circuit of GG Circuit hebben georganiseerd. Dus er wordt geconcurreerd om een prijzenpool van in totaal $50.000. En dat wordt dus gehost in een game arena in Alphen aan de Rijn. En dat is waar ik nu naartoe ga. Want het is nu, om precies te zijn, heel vroeg. Of nou ja, 9:50. Mijn broer komt er zo meteen aan. Ik ga met een paar maten van me ga ik daar naartoe. En dan gaan we met de hele gang gaan we lekker naar dat event toe, man. Ik heb er super veel zin in. Super veel zin om ook gewoon alle mensen te ontmoeten. En natuurlijk ook met de mensen die ik heb gespeeld. Het is altijd een beetje wennen om natuurlijk dit soort mensen ook in de real life te zien. Maar ik denk dat het een hele leuke ervaring wordt. Ook een kwestie van netwerken. En ja man, ik ga hopelijk heel wat leuke footage voor jullie kunnen fixen. Ik ga hopelijk ook zelf natuurlijk super goed kunnen presteren. Dus ECV en GG Circuit, maak je borst maar nat. Dan kom jullie allemaal aanpakken. Let's get it, man. Heel veel kijkplezier. En ik zie jullie gauw. Hey jongens, daar zijn we dan eindelijk. We zijn bij het eSports Game Arena in Alphen aan de Rijn. Super gaaf hier zo jongens, heel veel mensen ontmoet. Super toffe mensen. Ik zal jullie eventjes meenemen hoe die Game Arena eruit ziet. Was niet wat ik had verwacht, maar het is juist beter. Super knus. Best wel klein, maar ik zal jullie eventjes gewoon de venue laten zien. Dus hier heb je de Benelux Speedrunner Gathering. Hier zijn wat mensen die, ik weet niet precies wat voor spellen ze spelen, maar het ziet er wel in ieder geval gewoon tof uit. Ze hebben hun stream setup, hebben ze natuurlijk gedaan, softbox zit daar zo. Super nice. Hier heb je wat mensen die gewoon in hun vrije tijd gewoon aan het gamen zijn. Lekker aan het chillen. Je hebt daar zo in de verte heb je een bar. En dan heb je hier zo de boys die mee gaan doen met het ECV toernooi. Georganiseerd door GG Circuit. Wie hebben we hier zo? Hey, let's get it, maar shout out naar jou, man, strijder. Heb je er zin in? Ja, maar ik ga zo'n 500k toernooi spelen. Ah, oké. Oké, man. En daar hebben we de broski. Wie is deze lelijke? Ja, fuck up, man. Dat is gewoon, dat is Onat, a.k.a. Manos, a.k.a. Knives, pardon. En hier hebben we natuurlijk de rest van de squad. Ik ga eventjes gewoon verder. Ik ken niet alle spelers individueel, maar het zijn alle toppertjes, man. Allemaal toppers, allemaal super gaaf. En ja man, en dan hebben we hier een soort van de mainstage. Hebben we hier zo de mensen zelf die ook gewoon gaan knallen. En we gaan zo meteen beginnen. Dus, wens me heel veel succes. Ik zal jullie zo meteen weer eventjes laten zien. Ik geef jullie een update van hoe het eraan toe is gegaan. Hopelijk presteer ik goed en dan krijg ik een ticket naar de finale. Maar dan gaan we zien. Ik zie jullie zakjes. Ja, ik speel zonder headset. Ik heb geen audio. Heb je geen audio? Dat is Miro. Dat is Miro. Dat is Lars. Was een knapper. Dat is filmen. Lars. Zit weer Hallo boys, zijn we weer. Ik geef jullie even een update van hoe het is gegaan met het toernooi. Helaas is het voor mij niet zo goed gegaan. Er waren heel veel technische mankementjes, issues, heel veel overmacht, waar ECV overigens zelf niks aan kan doen. Maar ik heb 3 potjes weten te spelen en in het eerste had ik helaas geen controle over mijn controller zelf. Dus ik had geen verbinding met mijn controller en ik had dus ook geen audio. Dus ik was verplicht om helaas met muis en toetsenbord te gaan spelen met muis en toetsenbord. Maar natuurlijk ik, omdat ik mijn keybinds niet weet, ik speelde als een gekke bot en ik werd gelijk geklikt. Tweede potje, ik kon wel op mijn controller spelen, maar helaas, ik had geen audio. Dus ik had dus, zeg maar, in-game, bij die instellingen, had ik dat visuele gebeuren had ik aangezet, zodat je dan, zeg maar, gewoon die voetstappen kan zien. Maar goed, helaas, ik had toen 2 kills gepakt en ik was iets van 18 of 19 geplaatst. Ik kon ook eigenlijk niet horen of mensen een rift hadden gebruikt, of een launchpad of wat dan ook, dus dat was echt lastig. En derde,
Ja, derde ging eigenlijk ook niet zo lekker. We waren serieus, ik startte het potje met misschien 50 man, 60 man. Was eigenlijk gewoon echt serieus het potje wat ik gewoon zou kunnen winnen als ik een bal had gepakt. Maar helaas in Shifty was er geen bal om te beginnen. Iemand had een W-keyed. En ik had ook geen, hoe zeg je dat? Mijn muis was kilist of zo. Ik had zeg maar, ik speelde wel met mijn controller, maar ik kon niet van wapenslot veranderen. Dus als ik bijvoorbeeld mijn shotgun op de tweede spot had gezet, dan kon ik hem niet verwisselen van spot 2 naar spot 3. Dus al met al conclusie, ik licht er sowieso uit. Helaas door technische mankementjes niet kunnen presteren. Maar goed, anyways, dikke shout-out naar ECB als jullie dit zien. GG Circuit, dank jullie wel voor het organiseren. Thanks voor de uitnodiging. En ja, ik ga jullie zometeen nog even een paar shots laten zien van Alfa aan de Rijn zelf. En gang, man. Shout-out naar jullie. Thanks. Vergeet de video niet te liken. Vergeet het zeker niet te abonneren. En ik zie hier de homie naast mij, Onat. Misschien wil jij de vlog voor me afsluiten door wat leuks te zeggen. Boys, jullie kennen Gianni, soldaat. Hij heeft zijn best gedaan. Ik weet niet hoe die heeft gepresteerd. Ik hoop dat hij het even goed gedaan. Nee, ik heb het niet goed gedaan, man. Ik heb net even uitgelegd aan de boys. Hoe heb jij het gedaan? Moeilijk? Technische mankementjes? Ik had geen geluid eerst game, dus ik heb die audio-visual sound settings aangezet. Hetzelfde issue als ik, omdat ik achter ja, en toen heb ik onderuit zitten proberen, echt ook niet. Dus ja, ik heb 16 punten kunnen pakken. Maar niet slecht man, misschien dat je nog erdoor... Misschien wel. Kleine kans. Oké, okay. Maar ja. Dus. We gaan het zien man. Maar ik heb gehoord dat we die film met elkaar samen spelen dan? Wie weet man, wie weet. Ja toch? Wie weet. Oké, boys, vergeet allemaal niet te liken en abonneren bij Johnny Boy. Check hem op Instagram, Johnny Boy, YouScope, Johnny Boy, jullie weten het. Hey, let's go. Shout out naar Nijfs, de hele gang van Nijfs. En uiteraard man, ik hou van jullie. Dank jullie wel voor alles. En zo nog even een paar shots laten zien. Ciao. Kom te staan als je wil hoor. Ja, dat maakt niet uit. Hey, daar hebben we onze knappert. Papito, let's go. Daar hebben we onze knappert. Amplify. Zeg maar eens hallo man. Wil je wat zeggen tegen de kijkers jongens? Of niet echt? Nee ja. Nee jongens, shout out naar jullie man. Nice. Daar hebben we Tim. Sup man? This is the homie. This is the homie. Take off man, shout out to you. Let's go man. Oh my god. Hier hebben we Jasper. Hier hebben we Lars. Hier hebben we Jake. Let's go man. Dus dit was het een beetje. Easy. Dat